Goedemorgen, het is maandag, het is vroeg en wij moeten naar het grofvuil. Het zit namelijk zo, we hebben heel veel karton. Heel veel. We hadden natuurlijk die pallet gehad van die spullen. En Proef heeft het helemaal klein gemaakt en hierin weten te proppen. In deze drie grote dozen, helemaal vol met karton. En ja, vier eigenlijk. Maar onze kartonbak is echt al heel lang niet meer geleegd. Which is weird. Iemand gooit er elke avond. Dat kan ook, maar het is echt ernstig, zeg maar. Er is echt iets gaande waardoor karton wordt niet gelegd al een tijd. Dus toen keken we naar alternatieven. En dat is om het zelf weg te brengen naar zo'n plek. En dat wilden we het weekend niet doen, want het zal wel druk zijn. Dus dan maar maandagochtend vroeg. Dat is nu. Ja. Dus dat gaan we zo even doen. Gaan we even heen rijden en dan die spullen daar in zo'n kartonbak gooien. Pakketje omhalen. Oh ja, dat ene pakket wat dus naar New Babylon als adres was. Dat, ja, heel irritant. Maar dat er is iets misgegaan met een H&M order. En die ging dus naar New Babylon. En toen heb ik heel snel last minute kunnen wisselen. Om dat naar een PostNL punt hier in de buurt te krijgen. En dat kon gewoon, wat bizar was. Maar niet naar huis. Nee, maar dat wist ik wel. Dat is iets. Ja, maar dat is toch raar dat daarin kan. Maar dan wordt er gefraudeerd. Want dan gaan mensen dan. Ja, maar dat PostNL ding is toch. Je moet hem met ID ophalen. Dat is het hele ding. Ja. Maar heel irritant, nu moeten we het dus ergens gaan ophalen. Maar die twee dingen moeten we doen. Dan gaan we met Tess sporten via de webcam weer. Ja. En dat is het denk ik. Van, en de autostoel. Ja, en de babystoel, autostoel kunnen we dan in de auto gaan installeren. Monteren. Een ontbijtje. We hebben hier coco-yoghurt, een beetje noten, een halve peer, een kiwi, kokosrasp en wat pindakaas. Oké, ik kom net uit de douche, het is Medevoort, dus Star Wars. En we gaan nu naar de dingen om karton te brengen. Ik ben dan nog nooit geweest, Gregor gaat er wel vaker heen om dingen weg te brengen ofzo, maar I have no idea, volgens mij zijn het bakken waar je het in kan gooien ofzo. Ik heb geen idee, ik vraag me af waarom ze het niet liggen. Wij hebben een theorie, het is of omdat iedereen nu aan het bestellen is dat er gewoon echt heel veel karton is, of het wordt gewoon echt minder geleegd omdat gewoon ja, meer mensen ziek zijn en zo. Dus er zal wel minder personeel zijn om te doen. Zo, I don't know. Ik weet niet. Hoe zit het bij jullie? Hebben jullie dat ook met de vuilnis en zo? Dat het allemaal. Nee, de gewone vuilnis is trouwens wel oké. Okay, maar karton en zo dus niet. Maar ja, we gaan het ook niet in de gewone gooien. Want het is een beetje asociaal. Het is ook heel veel. Het is echt gewoon een pallet vol. 14 dozen. Kenny, hè? De Kenny. Oké. All for you. Druk even deze aan. Oh, vind ik dat. Ik denk dat ik ga rijden, dat hij gewoon eruit tilt, erin gooit en dan zijn we zo weer thuis. Helemaal niemand hier, heerlijk. Haha, top dit. Ja. Je hebt toch van die dingen waar je dan zo van, waar kwam je pas heel laat achter? Voor mij is dat hoe dit, nee ik wist wel dat dit bestond, maar hoe dit werkt. Hier, dakbedekking, rubberafval, gips, ijzer, grond. Dit is hout en dan hebben we hier karton. Nou, top. Beter. Klaar, dan gaan we naar huis. Oké, we zijn thuis en het is tijd om dit te gaan installeren. Het basisstuk voor het zitje en het zitje. Katten zijn helemaal in de warm dat we even weg waren. Echt gewoon, ze zijn zomaar terug. Maar het is heel raar voor hun. Oké, dit is dus die base. Ja. En dan kan je dus de stoel ook draaien, zeg maar. Dan kan je hem heel makkelijk erin klikken. In en uit. Ja. Klik. Oh, hoe mooi is dit. Zo beautiful. Oh, die gouden details. Zo pretty. Ik vind dit wel heel prominent, maar ja, dat moet erop. Oké, tijd voor lunch. En we hebben nog sushi over van gisteren. Yay. Lekker. Heerlijk. Gaan jullie lunchen? Zo vlak voor het sporten? Vlak voor het sporten, maar 2 uur pas. Het is 12:30. 1 uur? 1 uur? Oh nee, maar ik moet echt wat eten. Ja, ik ga wel even sushi eten. Ja, over 20 minuutjes. Ik ga eten. Ja. Ik had trouwens nog iets met zoet omelet, maar die heb ik helemaal niet gekregen. Wat heb je? Er was nog iets wat ik had met tofu en zoet omelet ofzo, maar die heb ik helemaal. Of is dat wat hierin zit? Nee, dat is crunch. Dit is vegetarian box en dit is die crunch ook. Ja. Ik denk echt dat ze mij gewoon gisteren kip hebben gegeven. Mm. Dat maakt niet uit. Nou, haal even dat bakje dan anders. Wat bordje.
deze. Eén minuut rechts en één minuut links. Oké. Oké, dood. Ja. Al 6 stapjes verder gegaan, ook voor mij. Het ging best goed na de vorige keer. Heb je wel eens gehad dat je zweet uit je traanbuis? Ja. Dat heb ik nu. Ik denk dat het erin loopt. Ja, maar echt gewoon zo'n gek gevoel is dat. Dan weet ik dat ik echt, echt heel veel gedaan heb. Ja, gewoon dat je gewoon zo'n druppel zou je haar doen. Boep. Oké. Maar dus, haar is zo lang. Weet je wat ik serieus nodig heb? Een knipper. Zo André Agassi haarband. Oh, ja, zo jaren 80 band. Ja. Die hadden we toch al. Ik heb van die maskerbanden, maar dat is niet per se om te... Oh, moet ik eentje van Supreme kopen. Ah, god. Of een bandana dragen. Dan ben ik gelijk, ja. Oké. Ik kom net uit de douche. Mijn haar gedaan. Althans ben ik mee bezig. Ik ben een soort wavy's aan het maken met mijn steltang. Kijken of ik het kan laten zien. Natuurlijk kan ik het laten zien. Maar ik bedoel of ik het goed op video kan krijgen. Oké, dit is mijn natural hair. Yo. Zo. Kijk, waves. Een beetje warige loose waves. Oké, ik heb een beetje beachy texture wavies gemaakt. En ik heb twee dingen opgemaakt. Als eerst sea salt spray van Keunen, die blend. En een tubetje embryolease. What else is nieuw? Daar heb ik er echt al zoveel van opgemaakt. Ik heb alweer een nieuwe in mijn kast liggen. Ja, de look waar ik voor ga nu. Zo, beachy wavies. Oké, ik heb mascara op. Zonnebrand en mijn milk stick en een beetje glue. Jongens, hebben jullie ook dat je huis meer rommelig is omdat je veel thuis bent? Is het rommelig of is het schoner? Of opgeruimder? Nee, schoner sowieso, want stofzuiger en humidifier. Maar ik bedoel, qua spullen, er ligt overal van alles wat. Zo, wij leggen trouwens altijd alles op de trap als we zo van dat moet naar boven. Op de trap betekent meenemen. En we hebben hier een paddenstoelensoepje met broodje uit de oven. Kijk nou hoe intens hij altijd kijkt. Iets zien. Nee, Simpie. Kijk dan, die ogen. Een knappe kop heb jij. Ja. Ondertussen, op ons eiland. Hallo. Oh, wacht. Hallo. Alright. Thank you. Misschien moeten we een beetje water mee? Bij Animal Crossing zit spelen en nu ga ik de vlog editen. Dan gaat Poefje zijn schietspel doen. Call of Booty. Cod? Ja, Cod. Card. Dat is eigenlijk altijd de routine, een beetje. Dat zijn Star beetje... Wars Battlefront. Nee, de fourth. Want het is altijd een beetje de routine. Dan doen we eerst dat en dan daarna ga ik dit doen. En dan gaat hij met zijn broer en vrienden zo spelen. En dan, op een gegeven moment ben ik klaar om te gaan slapen. En dan, ja. Ja. Moet ik ook altijd voor het vaatwasser? Bijna altijd nog even de vaatwasser. Jij doet de vaatwasser en huishouden dingen, weet ik wat er nog voor slapen.
Zo. Zo. Alright, ik zit in mijn kamer en het is zo'n bende hier. Oh, echt. Overal spullen. Can't. Ik heb was. Ik heb hier die lush dingen. Die had ik uit de lades getrokken van toen ik zeg maar die beauty girls video maakte met die laadjes. Ik heb daar kleding, ik heb daar, ik heb zeg maar, ik trek er kleren uit die ik niet meer pas. Die trek ik nu dan uit mijn stash. Maar die moet ik vervolgens wel ergens neerleggen. En ik laat het gewoon liggen. Dus het is allemaal zeg maar, ja. Ja. Ik ben even wasdingen aan het uitzoeken. Zoveel lingerie ook die ik niet meer aan kan. Ik hou er echt van, maar het is gewoon, het past niet meer. Het zit gewoon niet meer goed. En ik weet dat er een moment komt dat het op een gegeven moment wel weer goed zit, maar ik weet het niet. Ik vraag me trouwens, ik vraag me serieus af hoe dat zit met mijn boobs. Zeg maar, gaan die ooit nog terug naar de, zeg maar, naar de originele maat? Of zal ik altijd grotere boobs hebben? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het enige wat ik ervan geleerd heb is dat ik echt nooit mijn boobs zou vergroten. Want dit is echt de hel gewoon voor mijn rug. Ik heb echt wel medelijden met dames die pijn hebben door hun borsten. En ik snap ook heel goed waarom mensen het zouden verkleinen. En ik vraag me serieus af waarom mensen dan, waarom mensen zouden kiezen voor bijvoorbeeld als je dan echt heel petit gebouwd bent. Als je dan bijvoorbeeld naar een E gaat of zo. Soms heb je dat toch. Weet je, dan bij mensen voorkeur van die echt die grote neppe borsten. Ik vind dat trouwens echt heel erg mooi. Maar is het dan, zouden daar regels aan verbonden zitten? Dat een arts dan echt moet zeggen van, besef je dat je echt rugpijn hebt en zo daarvan? Of zou niet iedereen dat hebben? Dat zijn dingen waar ik over nadenk. Hoe zit dat dan? En wat nou als je ze net gezet hebt? En je komt uit die operatie, je glundert helemaal en ineens heb je gewoon permanent rugpijn. Of is dat dan een kwestie van trainen en dan heb je het weer op orde? Hoe zou dat bijvoorbeeld van die porno-sterren zitten? Die echt van die Lola Ferrari boost hebben. Dat is toch zeg maar zwaar. Pijnlijk. Ja. Ja. Iemand had trouwens gekomen bij mij dat als je een borstverkleining doet, vond ik ook wel interessant, dat je dan geen borstvoeding kan geven omdat dan die melkklieren zijn afgebrand of zo, of weg zijn. Dat vond ik ook, dat ik dacht, wow. Zo, dat zijn ook van die dingen dat wist ik helemaal niet dat dat zo zat. Kijk, daar. Zo leer je nog eens wat, hè. Hey, ik ga de vlog afsluiten. Ik kom er niet uit met die lusproducten. Hoe bewaren jullie je lusproducten? Let me know. Ik heb een nieuw systeem nodig. Oké, ik ga slapen. Bedankt voor het kijken. Wat rusten. En tot morgen. Doeg!